Dames en heren, we lezen weer verder in de Narratio van de Pro Sexto Orosque Amarino van Cicero. Hij is begonnen met vertellen natuurlijk wie Sextus Roscius Senior, de gedode man, eigenlijk was. Echt een groot liefhebber van de optimaten, de nobiles, de nobilitas, de boni, zoals ze genoemd worden ook wel. Ja, het was aan de goede kant van de macht, zou ik maar zeggen. Hè. Sulla was ook een optimaat en was nu aan de macht. Maar goed, nadat hij stierf, wat heeft hij toen aan zijn zoon achtergelaten? Lezen we het volgende. Itaque ex suis omnibus commodis hoc solum filio reliquit. En dus, uit al zijn, hè, omnibus suis, al zijn, ja, commodis, eigenlijk dingen die nuttig voor hem waren, zijn bezittingen, zou je kunnen zeggen, heeft hij achtergelaten perfectum aan zijn zoon, filio dativus, hoc solum, alleen dit. Nou, waar verwijst het naar terug? Wat er net genoemd is, eventjes terugkijkend. De domesticus usus en consuetudo met die families, die edele families. Hij heeft van bezittingen niets meer behalve die vrienden van zijn vader. Die goede Romeinse families. Hoezo heeft hij de rest dan niet meer? Nou, dat gaat hij uitleggen. Nam patrimonium domestici praedones, vi ereptum possident, fama et vita innocentes ad hospitibus amicisque paternis defenditur. Hier staat even een pijltje fout, die ga ik even repareren. Zo, dat is gerepareerd. Het gaat namelijk om de domestici praedones. Dat zijn, ja, huiselijke boeven van het huis, boeven uit de familie, want een domus in de betekenis als huis, als familie. Hadden we natuurlijk een woordspeling, hè? We hadden hiervoor natuurlijk gelezen domesticus usus, dat is zeg maar huiselijke omgang, vertrouwelijk huiselijk verkeer. En hier staat dan huiselijke boeven uit je eigen familie. Waar hij dus heel close was met die families Metellus, Servilius en Scipionis, waren in zijn eigen familie waren een stel boeven. Want, dus die boeven uit zijn eigen familie, die bezitten nu staat er niet bij, maar dat moeten we lezen, zijn patrimonium, zijn vaderlijk erfdeel. Zijn erfdeel, dat is zeg maar al die landerijen, 13 landgoederen. En waarom bezitten zij die? Nou, dat bezitten ze vi ereptum. Ereptum ontrukt, geroofd van eripere, omdat die geroofd zijn, of geroofd is, en zijn er werkelijk erfdeel, omdat dat geroofd is, vi, met geweld, ablativus van vis. Enkelvoud vis betekent geweld, meervoud vis betekent krachten, in dit geval gaat het dus over met geweld. De plek van vi ereptum staat niet naast patrimonium, het is expres tussen praedones en possidens gezet, want die boeven, die bezitten dat nu, omdat ze het dus gejat hebben met geweld, als het ware. En dat is logisch om dat dan daar tussenin te plaatsen. Dat die plaatsing geeft nadruk aan de wederrechtelijkheid van deze toestand. Welke zijn die praedones? Nou, dat zijn Magnus en Capito. Dat zijn ook onder meer de aanklagers. Daar gaan we nog heel veel meer over horen. We hebben een alliteratie even nog in te zien. Hè? Patrimonium, praedones, possident. Mooi gevonden. En wat moet ik erover zeggen? Ja, ik zei al, de domestici, dat is hetzelfde woord als hier zo. De domesticus usus, maar het is een soort van tegenstelling. Hè? Het is een soort antithese eigenlijk. Hè? Vriendschap hier, vijandschap of boeven als het ware hier. Dat is een redelijk verrassende wending. Dat is wel leuk gedaan. Dus zijn patrimonium, dat bezitten die boeven. Zijn fama en zijn reputatie en zijn leven, of laten we zeggen, de reputatie en het leven van de onschuldige, dat is dus Sextus Roscius junior, hè, daar hebben we het over nu, dat is genitivus hier zo, die wordt verdedigd door zijn gastvrienden, hè, hospitium is gastvriendschap, hospes, hospites, dat zijn gastvrienden, en zijn amicis en door de vrienden, de echte vrienden, paternis, letterlijk de vaderlijke gastvrienden en vrienden, oftewel, je kan gewoon zeggen, vertalen met van zijn vader. Dus zijn reputatie en het leven van de onschuldige wordt verdedigd door de gastvrienden en echte vrienden van zijn vader.
door die drie families. Dus met name Cecilia Metella, die hem dus heeft opgevangen. Verdedigt, neem het niet letterlijk, want dat doet vooral Cicero natuurlijk, hè, die voert de verdediging. Maar ze zijn bij aanwezig, zoals ik al zei, als morele ondersteuning. Hier aan het eind van dit zinnetje hiervoor vond je geen verbindingswoordje, geen en of maar. Het is een asyneton, maar het heeft een tegenstellende kracht, dus een adversatief asyneton. Want er is namelijk een soort van antithese, hè, tussen het feit dat dat de bezittingen, dus de landgoederen, dat die in handen zijn van andere mensen, maar dat zijn reputatie en zijn leven wel beschermd worden door zijn vrienden. En die zinnen zijn een soort van parallel opgebouwd, een beetje. Nou, niet zozeer qua grammatica, maar wel qua inhoud. Want eerst komt datgene wat hij niet meer heeft, namelijk zijn vaderlijk erfdeel. En hier wat hij nog wel heeft, zijn fama en zijn vita. En vervolgens komen dan degenen die dat hebben, die daar wel een rol in spelen. Dat zijn hier ook, hè, die hospites en die amici paterni, die spelen een rol om dat te verdedigen. En dan komt vervolgens het werkwoord, hè, zij bezitten het of ze verdedigen het. Dus het is min of meer parallel opgebouwd, inhoudelijk gezien. En dat versterkt natuurlijk die antithese tussen het wel hebben of het niet hebben. En verder, oh, excuseer. En verder is het natuurlijk interessant dat hier defenditur genoemd wordt, zoals ik al zei. Die lui die geven alleen maar moral support, maar het is toch verrassend dat hij dat even noemt, dat hij dat defenditur noemt, wordt verdedigd. Goed, het volgende gedeelte gaan wij verder lezen in het volgende filmpje, en dan gaat het over de acties van vaderlief tijdens de burgeroorlog, maar daarover later meer. Dag, dag.